Het huwelijk van koningin Paola en koning Albert ging niet altijd van een leien dakje. Onder andere zijn buitenechtelijke dochter, prinses Delphine, zorgde voor strubbelingen. Binnenkort zal Paola zelf haar verhaal doen in een documentaire van RTBF. Tussen 1970 en 1980 was ik echt niet gelukkig, vertelt ze onder andere. In die tijd werd Delphine geboren en bracht haar man, koning Albert, veel tijd door met zijn minnares en dochter. Mijn leven was een complete puinhoop en ik voelde me miserabel. Ik wist niet waar ik heen moest. Onze echtscheiding hing in de lucht. 10 jaar lang heb ik afstand genomen van mijn relatie, voegt ze eraan toe. Omdat Albert zo vaak weg was, bleef ze dikwijls alleen achter. En dat bracht veel verdriet met zich mee. Ze blikt er nog steeds met teleurstelling op terug. Ik zou dat decennium graag overdoen. Nu pas besef ik hoe belangrijk het is om voldoende affectie te tonen. Ik ben meer en meer gefascineerd door de liefde die ik nu voel. Het is de liefde die ik nastreefde op mijn 20ste, zonder sociale beperkingen, zonder grenzen. Aldus Paola.